Goedendag, kijk naar de weerswacht hier van Weerplaatsen.nl. We hadden vandaag te maken met veel bewolking boven het zuiden van het land. Daaruit viel ook langdurig regen. Dat heeft het namelijk te maken met een fronthaalsysteem dat op dit moment aan het naderen is. En dat zorgt ervoor dat het dus zo wisselvallig is. En dat front dat trekt ongeveer die koers. En daardoor valt de regen vooral het zuiden van het land. Zien we ook als we de boel in beweging zetten? De wolken volgen mooi meegetekende pijl. En blijven dat voorlopig ook nog doen. Het gaat dus langdurig regenen in het midden en zuiden van het land. Zien we ook op de modelvelden terug? Datzelfde regenfront ligt, euh, nou ja. Over het zuiden van Engeland en over België. En als ik dit in beweging zet, dan zie je dat het regengebied daar eigenlijk min of meer blijft liggen. Vannacht wordt het tijdelijk wat droger, maar morgen overdag breidt het zich opnieuw uit tot over het zuiden van Nederland. Daar dus een natte boel, kan zo 20 à 30 mm vallen. De rest van het land is het veel droger, enkel buitje. Zaterdag totaal ander weer. Dan krijgen we te maken met een noordelijke stroming. Misschien zag je al een enkel sneeuwvlokje hier en daar dwarrelen. Koudere lucht via de Noordzee en uiteindelijk eigenlijk afkomstig vanaf de Noordpool. Komt dan onze kant op. Het is natuurlijk flink opgewarmd onderweg. Ga niet direct de winter in, maar de temperatuur gaat wel duidelijk naar beneden. Wordt gevoelig kouder, kan s'nachts ook een keertje vriezen en dus een enkel wintersbuitje. Nou, vanavond nog geen wintersneerslag, Temperaturen nog steeds in de dubbele cijfers. In het zuiden nog langdurige regen. In Limburg denk ik pas om een uur of elf droog. Zeeland iets eerder. In de rest van het land grotendeels droog, slechts een enkel buitje. En vannacht is het dan op de meeste plaatsen droog, slechts plaatselijk kan er een bui vallen, de temperaturen zijn nog steeds niet laag, 7 tot 9 graden. En dan morgen, zoals gezegd net al, dan keert de regen in het zuiden weer terug, daar wordt het opnieuw wisselvallig weer. In de rest van het land eerst een enkele bui, maar later op de dag, en dat is aan het einde van de middag en in de avond, dan komen er meer buien. Dan kan er overal dus van tijd tot tijd regen vallen. De temperatuur is middag zo'n 9 à 10 graden. De windwaarde uit het westen is winkel 4 tot 6. S'avonds draait hij naar het noordwesten en dan komt die koudere lucht onze kant op. Zaterdag geen dubbele cijfers meer, maar 5 tot 8 graden als maximum. We trekken buien over het land en vooral langs de westkust kan het enige tijd fors waaien, 7 à 8. De buien gaan samen met een enkele klap onweer, en ook af en toe met een vlokje natte sneeuw. Zondag kan dat ook nog gebeuren, maar het aantal buien neemt zondag wel af. Het is dus vaker droog en de zon brengt ook wat vaker door. De wind is ook wat rustiger, 3 tot 5 pro En de temperatuur is middags 5 tot 7 graden. In de nacht van zaterdag op zondag kan het lokaal vriezen. En dat geldt ook voor de nacht van zondag op maandag. Ook dan is lokaal wat een vorst no eh, mogelijk. Zaterdagmiddag weer temperaturen van 5 tot 7 graden. En opnieuw enkele buien. En krijgen we dan met echt winterweer te maken? Nee, dat niet. Zaterdag, zondag en maandag dat zijn de dagen met de lage temperaturen. Daarna gaat het kwik weer omhoog. De kans op nachtvorst verdwijnt. De middagtemperatuur komt weer tussen de 8 en de 10 à 11 graden te liggen. En het wordt ook weer natter. Want zoals gezegd, zondag en maandag van tijd tot tijd zon. Maar na het weekend neemt de wisselvalligheid weer toe. Ik ben Michiel Severin van weerplaatser.nl.